we zijn hier in Diepbrugge op Koninginnedag en ik ben met Chris Haaghoort. Chris, jij hebt het Koninginnedag, dus jij bent lid van de Oranje Vereniging, denk ik? Correct. Ja, ik ben voorzitter van de Oranje Vereniging al heel wat jaartjes. Wij bieden vandaag rondom Kustwijk de hele dag Koninginnedag. We zijn vanochtend begonnen met Obaden om 9 uur. En dat gaat zo de hele dag door tot vannacht een uur of 1. Jullie hebben één muziekvereniging, dat is OBK. En die heeft hier vanmorgen opgetreden en die gaat daarna ook weer naar Waarden, begreep ik? Correct. Ja, we zijn om 9 uur begonnen met de Obaden. Dat was een Obaden in iets andere vorm, omdat we nu live tv-beelden wilden presenteren voor de applicatie. Zijn we om 9 uur begonnen. OBK moest daarna naar Waarden, dus we hebben een korte OBK-presentatie gehad. Een toespraak van de burgemeester van de kamp, die met zijn echtgenote was. We hebben de landsheer van Kustwijk benoemd. En we kijken nu nog even naar de beelden op de tv. Ik sta hier bij het Martijn van de Klis van de Oranje Vereniging van Waarden. Martijn, was dit jaar anders dan andere jaren? Ja, natuurlijk. Het is in die zin anders dat we nu met een grote televisieuitzending te maken hebben. We hebben de afscheid van de koningin en de inhuldiging van de koning. Dus in die zin is het anders dan andere jaren, zeker. En wat hebben jullie gedaan dat de mensen toch tv kunnen kijken? Nou, het programma was al rond, dus we hebben in het programma niet heel veel veranderd. We hebben de spelletjes voor de kinderen een andere naam gegeven. En we hebben gezorgd dat er twee schermen, hier zie je achter ons staat een scherm. En aanwezig zijn dat mensen kunnen blijven kijken naar de uitzending. We hadden twee schermen besproken en we hebben met de school waar we gebruik van maken afgesproken dat als het zou gaan regenen dat we binnen konden kijken. Dat is leuk. En de naam van de school is ook heel leuk, hè? Ja, ja, de Prins Willem-Alexander School. Ja, heel leuk. Ik wens jullie veel succes verder vandaag. Nou, dankjewel. We zijn nu in Nieuwebrug bij Marianne Hogendoorn. Hogendoorn, ja. Oranje Vereniging Prinses Juliana. Ja. Jullie hebben veel voorbereiding gehad? Ja, eigenlijk toch wel. Het was toch allemaal laatste moment werk, dus we zijn wel druk geweest. En waarschijnlijk ook een scherm geregeld? Ja, ja, hier in het Wiedekhuis hangt altijd al een scherm. We hebben een beamer en een digitenne geregeld. En we hebben het er straks allemaal prachtig kunnen zien in de grote zaal. Wat is er nu anders dan vorige jaren? De laatste jaren zaten we bij het schoolplein. Daar hadden we spelletjes. En dit jaar is het in en om het Wiedekhuis wel weer een vrijmarkt. En binnen kunnen we dan het aftreden en het aantreden bekijken. De burgemeester komt vanmiddag rond 1:15 de prijsuitreiking doen van de tekeningen die alle schoolkinderen hebben ingekleurd de afgelopen weken. We zijn hier in Reewijkbrug bij Gerda de Haas, voorzitter van het Oranje Comité. Gerda, wat hebben jullie anders gedaan dan vorig jaar vanwege de kroning? We hebben dit jaar het anders georganiseerd, met name omdat die kroonswisseling plaats zou vinden. We hebben gezorgd dat er in de brug leuke activiteiten waren, juist met een groot scherm. De mensen die binnenkwamen kregen allemaal een kopje koffie aangeboden van Zalencentrum De Brug. Wij hadden gezorgd voor een oranje soesje in samenwerking met Ko van Dalen, de bakker. En van het Oranje Comité kregen ze en Van de Brug een glaasje oranje bitter. En dat was ontzettend gezellig. En, het was goed gesponsord dit jaar? Dit jaar was het zeker goed gesponsord. Met name ook omdat het natuurlijk best wel toch wel een belangrijke dag is. Hè. Dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak. En welke mensen komen hier nu allemaal naartoe? Het Sluipwijk begreep ik en Reewijkbrug. En dorp ook? Reewijkdorp, maar ook uit omliggende dorpen komen ze ook wel hierheen. Want ook met name uit Bodegraaf heb ik ook heel veel mensen al gezien. En dat is ook wel heel leuk. Maar ja, we hadden toch wel gedacht van zal de opkomst wel groot zijn. Omdat iedereen wil misschien thuis kijken op televisie. Maar het weer zit natuurlijk ook mee. En er waren toch heel veel mensen die toch... En in samenwerking met de seniorenvereniging van het bejaardenhuis. Ze waren er toch heel veel ouderen toch hierheen gekomen. En iedereen het ontzettend leuk... Jullie hebben wel veel eer van je werk, want wat moet je nou allemaal organiseren voor zoiets?
Nou, er komt heel veel bij kijken. Het is natuurlijk niet alleen op de dag zelf, maar vooraf gaat er natuurlijk heel veel. Je moet met de gemeente om tafel, er moeten allerlei dingen geregeld worden. Er moeten dranghekken komen, er moeten marktkramen gehuurd worden. En zo zijn er natuurlijk heel veel dingen. Je moet ook zorgen dat de attracties er zijn en dat de EHBO er is. En, ja, en dat de kinderen ook op een goede plek gaan zitten. Ook met name omdat de mierenakker nu helemaal op de schop ligt. Heb je toch minder ruimte. Dus je hebt ook minder ruimte om op de kramen neer te zetten. Dus de markt is dit jaar wel ietsje kleiner. Maar we hadden ook niet verwacht dat er zo'n grote opkomst zou zijn. En ja, dat is alleen maar leuk. Wat is jouw naam? Mees. Mees. Mees, wat heb jij, hoe laat heb jij hier al gezeten? Vanaf 7 uur ongeveer. Dus je moest vroeg je bed uit? Ja. En wat vond je nou jammer om te verkopen? Weet ik niet. Nou, je wil alles graag kwijt? Ja. Okay. En kan je wat laten zien wat je daar allemaal hebt liggen op je kleed? Oh ja hoor. Ik heb hier een vaas met een bloem erin. Een vaas met een bloem erin, ja. Maar die wil niemand hebben zo te zien? Nee. Het zijn er twee ook. En we hebben daar ook nog allemaal puzzelstukken van prinsessen en zo. Is die nog compleet? Ja, hier. Ze zijn nog allemaal compleet. En deze is van 50 en deze van 100 stukjes. En jij hebt een mooie prinsessenkroon op. Weet jij? Anouk. Anouk. En jij hoort ook bij het kleed, of niet? Ja. En heb jij iets verkocht wat je eigenlijk spijt van hebt, of niet? Nee. Nee? We zijn nu in Reeuwijkdorp. Het feestvierende Reeuwijkdeel vind ik altijd wel. Danielle en Wendy. Zal ik met Danielle beginnen? Wat hebben jullie allemaal georganiseerd dit jaar? Dit jaar zijn we eigenlijk begonnen met een ballonnenwedstrijd na de abdicatie. We hebben allemaal oud-Hollandse spelletjes vanmorgen gehad voor de kinderen van groep 1 tot en met 5. We hebben pannenkoeken gebakken voor alle kinderen die ze gratis konden afhalen. En nu zijn we bezig met een race op de stormbaan en straks op de rodeo-stier. En hebben jullie nog een scherm geregeld voor de televisie? Aan de binnenkant. Binnen hebben we een scherm. En dan hadden we gratis koffie en een leuke oranje tompoes. Oké. Want dat is eigenlijk het enige wat anders is? Of zijn er nog meer dingen anders? Dit jaar hebben we ballonnen erbij. De smink is hetzelfde. Vorig jaar hadden we suikerspinnen. Nu hebben we de popcorn. Wat hebben we nog meer gedaan? Nou, het is inderdaad het scherm in Friends met daarbij de koffie en de soes is wel wat anders. Ook het pannenkoekenbakken hebben we dit jaar nieuw gedaan. Ja, en we zijn gewoon een stuk vroeger begonnen. Hè? Vorig jaar begonnen we pas om 12:30 en nu waren we hier al om 10:00 stonden we helemaal klaar. En tot hoe laat gaat het feest door? Totdat er mensen zijn? Ja! Ik sta hier met Birgitte Overes in de Zustertuin in Bodegraven. Birgitte, hoe zit dat nou met het Oranje Comité in Bodegraven? Ja, dat klopt. Ik zit vanuit de Zustertuin. Hebben we zeg maar iemand in de Oranje Vereniging zitten, zodat je allemaal van elkaar weet wat er precies speelt op Koninginnedag. Dus daar zit ik in vanuit de Zustertuin in de Oranje Vereniging. En wie doen dan de activiteiten in het dorp, zeg maar? Ja, de activiteiten in het dorp die doen we zeg maar met elkaar, proberen we die te organiseren. En we hebben dan een voorzitter, penningmeester, secretaris. En die doen zich eigenlijk over het algemeen met het dorp bezighouden. Ik zit er dan in vanuit de Zustertuin. En dan hebben we nog iemand van Rang Pang, zeg maar, van de autocross. En die zit daar ook bij in. Dus dat... Dan zijn we compleet. En weet jij hoe het vanochtend is geweest in het dorp? Ja, het was een groot succes in het dorp. Het was hartstikke druk. Het programma was wat kleinschalig. Dit kwam door een tekort aan vrijwilligers. Wat gewoon heel moeilijk is om die te realiseren. Maar het was een zeer geslaagde ochtend. Zeker waar. Kinderen hadden mooi weer. Hoop verkocht. Dus dat was helemaal super. Leuk. En hier hoeven we niet te vragen, want de opkomst is gigantisch, hè? Het is gigantisch, de opkomst hier. Ja, we begonnen natuurlijk vanmorgen al direct lekker met de zon. En we hebben schermen staan voor de troonwisseling, waardoor de mensen toch dachten van nou, dan kunnen we wel naar de Zustertuin. Die staan in de Hooiberg, denk ik? Er staat er één bij de andere bar, staat er eentje. En er staat er één in de truc, staat er. Ja, dus nu is de band daar aan het spelen, maar daar hebben we het dus op kunnen volgen. Tot hoe laat gaan jullie nog door? Wij hebben dit jaar mogen we tot 17:30, normaal is het tot 17:00. Dit jaar mogen we tot 17:30 doorgaan in verband met troonswisseling. Okay. Leuk. Nou, bedankt voor de informatie. Geen dank, u ook bedankt. En succes. Ja, bedankt.